De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het Heilige Evangelie, het begin van het Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus. Lof zij u, Christus. Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God. Zoals er geschreven staat bij de profeet Jesaja: zie, ik zend mijn bode voor u uit, die voor u de weg zal banen. Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Zo trad Johannes op in de woestijn en doopte. Hij preekte een doopsel van bekering, tot vergiffenis van zonde. Heel de landstreek Judea en alle inwoners van Jeruzalem trokken naar hem uit en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonde beleden. Johannes ging gekleed in kameelhaar, met een leren gordel om zijn lendenen. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Hij preekte: na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, fijn dat u deze zondag weer naar ons kijkt. Die tweede zondag van de Advent. Tweede kaarsje brandt. En nou komen we een heel mooi evangelie tegen, wat op mij op een gegeven moment, na jaren in mijn puberteit, als een mokerslag binnengekomen is. Namelijk, daar dit evangelie dat begint met een hele belangrijke zin. Begin van de blijde boodschap van Jezus Christus. En dat kan het hart raken van een mens. Dat datgene wat we over Jezus lezen en leren, dat dat een blijde boodschap is. Dat is heel belangrijk. En voor mensen die dat christelijke geloof niet als een blijde boodschap zien, die daar dingen bij gaan maken op een of andere manier, die missen eigenlijk de boot. Want het gaat om die blijde boodschap. En Johannes, die wordt vooruitgestuurd. Zie, ik zend mijn bode voor u uit, om voor u de weg te banen. In dat evangelie verwijst dat naar Johannes de Doper. Maar eigenlijk geldt het voor elk mens. Voor ons wordt ook de weg gebaand. En ook door mensen die zijn als roepende in de woestijn. Want hoe groot is onze kerk en wat stelt ze eigenlijk voor tegenwoordig? Helemaal niet meer zoveel. En dat is misschien maar heel goed ook. Want daardoor kan die kerk juist in die kwetsbare positie juist in staat zijn om die weg voor jou te banen. Onlangs hoorde ik op de tv een hele mooie wijsheid. 2 dagen zijn heel belangrijk in een mensenleven. Namelijk de dag dat je geboren bent en de dag dat je doorkrijgt waarom dat je geboren bent en het leven hebt gekregen. En dat, goede vrienden, dat brengt ons bij die Advent. Wij zijn in deze wereld om op die uitnodiging in te gaan om dat kerstkind van te ontvangen. Dat kerstkind, dat wordt als het ware bij elke gedoopte, wordt dat door Maria in de handen gelegd. Dan is het zaak dat je dat kind ook omarmt, een leven lang. En als je dan dingen hoort, binnen een kerk, buiten een kerk, waar mensen elkaar pijn doen, dan kun je dat uitbeelden als zijnde, die laten dat kind vallen. En dat, daartoe zijn wij niet hier. En dus in die kerk, in dat geloof van ons, daar zit het cement in van onze samenleving. Dus wat ons samenhoudt, dat is die zorg voor elkaar. En zorg voor elkaar, dat kun je het beste beoefenen als je een blij gemoed hebt. En daarom begint Marcus met: het is een blijde boodschap. Ik hoop
En ik bid er ook voor dat wij vanaf vandaag en in die toekomst die we nog hebben, dat wij dat daar naartoe mogen groeien. Dat het een blijde boodschap is die in die kerk wordt verkondigd. Dan zult u merken dat die wereld er echt beter gaat uitzien. Amen.